Op de vooravond van Gedichtendag zou ik aandacht willen vragen voor de 13e eeuwse West-Vlaamse dichter Jacob van Maerland. Dat kan een vreemde keuze lijken, want Jacob van Maerland, voor zover hij nog bekend is, wordt toch vooral geroemd als dichter van nuttige lering, als dichter van nutschap en de waar maar niet bepaald als een bevlogen poëet. Hij was de schrijver onder meer van een natuurencyclopedie, van een vertaling van de gewijde geschiedenis, van een reusachtige wereldgeschiedenis, spiegelhistoriaal en vele andere werken met veel nuttige lering. Allemaal in verzen, weliswaar, maar niet bepaald genres die ons meteen treffen door grote verbeeldingskracht. Vader der Dietse dichteren, allegader, noemde Jan van Boendalen hem nogthans. Maar voor moderne literatuurbeschouwers die de esthetiek op, het, op de voorgrond plaatsen, is hij dan toch vooral. Een ontaarde vader. die de Nederlandse literatuur wellicht al te zeer. naar moralisering en. Eh, lering toe heeft geleid. En toch klopt dat beeld niet, want hij is ook een ontzettend knap. dichter. En dat komt nergens beter tot uiting dan in zijn strofische gedichten. Die strofische gedichten, dat uh, zijn uh, er een tiental. En die bestaan uit lange strofen van twaalf of dertien versen. En die strofen zijn allemaal gebouwd op twee, in sommige gevallen op slechts drie rijmen. En dat is in het Nederlands, in het Nederlands dat een moeilijk rijmende taal is, op zich al een tour de, een tour de force. Meest bekend van die tien gedichten in de middeleeuwen waren de zogenaamde Martiens. Dat waren dialooggedichten tussen Jacob, die zichzelf dus ten toneel voert, en een vriend, Martien. En zij discussiëren over allerlei zaken die de wereld, de moraal, de schepping, de godsdienst enzovoort betreffen. De ene stelt vragen aan de andere en de andere geeft dan een uitvoerig antwoord. Meest bekend in de middeleeuwen was de eerste Martien, maar er zijn er in totaal vier van. Drie daarvan, drie van die vier, waren in de middeleeuwen zeer bekend, komen in talrijke handschriften voor, werden ook in het Frans en het Latijn vertaald en werden ook gedrukt. Dus het gaat om werken die in de middeleeuwen vrij veel succes hebben gekend. De eerste Martien is de langste. Hij bestaat uit niet minder dan 75 strofen, dus in die ingewikkelde strofenvorm die de clausule wordt genoemd, van twee rijmen. In totaal zo'n 975 versen. En in die eerste Martien komen er allerlei vragen naar voren die te maken hebben met goed bestuur, met. God met de wereld en de misstanden in de wereld, ook met vrouwen, een vrouwenkwestie, ook over de liefde wordt er gesproken. Dus het is eigenlijk een toch wel vrij breed panorama aan onderwerpen, zij het onderling wel subtiel met elkaar verbonden, die in dat gedicht uh, ter sprake komen. Maar dus. In een virtuose strofevorm. Dat dwingt Marland vaak om. Uh, ja, uh, werkelijk toch vrij zeldzame woorden te gebruiken. Het zijn dus niet altijd even makkelijke gedichten. Hè. Maar hij doet dat op een virtuoze wijze. En hij doet dat op zo'n manier dat je nooit het gevoel hebt. dat de vorm met de inhoud aan de haal is gegaan. Ik zal vandaag. Een stuk, want het is een veel te lang gedicht. Eh, dus een stukje voorlezen uit die eerste Martien. En dat gaat over de vraag dus waarom de heren, dus de adel, niet langer eervol handelen. Dus er zit ook maatschappijkritiek in, in dat gedicht. En Martien legt uit dat de adel slecht bestuurt omdat ze. Haar oren laat hangen naar de schalken. Dat zijn raadgevers, maar slechte raadgevers. Het zijn vleiers, die hen nooit tegenspreken, uiteraard, maar die eigenlijk vooral op hun eigen profijt uit zijn en zo ervoor zorgen dat er slecht wordt bestuurd. Ik lees de tekst voor. Martin. Doe die wereld began man te verheffende boven man. Doe schiet mijn vrouwen vereren den dorper en de hiet hem den dam. Daar trouwen en de doog het was aan, dien hiet zo zien, heren. Nu maken die heren een gespan en de geven der eren eenen bang. En de willen niet dat zoekeren. Zeg mij, wanen dit van toog mij redenen daarvan, want ik herne leren wiens schuld dat het weren. Jacob, wie denkt over waar? Sint dat edelheid hadden pine om me die ere. En de zoetrak, den schalken naar, die raden nu hier, nu daar, en de niet scheldenden heren. Zo is edelheid worden zo zwaar, dat zoete klemmen hevet onmaar, en de daalt in lang zo Dit is nu al der wereld klaar, en de ogen zien. En de openbaar. Dus is verbannen ere, en de wederstaan ten keren. Nu merk wie der zonnen legt, dat al der wereld ogen berecht, bijzieren edelre naturen. Als ze dat zwerkt daar jegen vecht en die de nevel met sieren drecht. Zo'n kan zoetier uren niet getogen haar schoonheid echt. aldus verdonkert die schalke knecht die edelere creaturen. Als ze hij hem daaraan hecht en de hare edelheid verpakt, dat zo laat geduren, Bihare, den schalken zuren. Zijn schalken droegen overeen, dat neen werd ja, en de ja, neen, en de hem dat wist dochte En de edelheid daarom green, geen, want daar was dom u te scheen, Banen dat komen mochten. Zo is edelher te worden steen, want haar ontvarmt, denk een geen dan daar men geld u te knochten. God geef hem den lange ween die te knauwen gaf dit been den edelen gedochte, want Heere moord. Wat zal zegel en de was en de brieven die gewagen das van dat deze heren geven? Het zal niet, het is een gedwas. Als ze lief had, men wel sas of ten Vrieze beschreven. Trouw is brozer dan een glas. Die hier tevoren zo sterk was, zo is te broken bleven. Ik waans nooit lands das die schalken te zien raden las en moeste in het ende sneven en de zulk sinds lands verdreven. Martien Du berechts mij wel. Hier bijzien die heren fel. En de wandel in die talen. En weet er wat toe zeggen el. Die schalk houdt boosheid over spel. pient hoe hij doog het versmale. Kaïn sloeg den edelen Abel. Dus zoekt die schalk sinds heeren vel, Hoe hine getrekt te dalen. God, die ons nog doemen zal, bid ik dat hij den Duvel in den jongsten malen met den Schalken betalen.